We zitten hier op de Gouden Loekie in Amsterdam Tuschinski met Yvette Belt en Esther van Spronsen. Zij doet marketing bij Unilever voor food. En ja, ze hebben eigenlijk de zilveren Loekie gewonnen, als ik het goed zeg. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dit beleefd hebben. Fantastisch. Wij vierden 75 jaar Café Pindakaas dit jaar. En eigenlijk gingen we heel eerlijk naar Alfred vorig jaar met een briefing om ons product heel erg in de pijlen te zetten. Dus hoe kunnen we een marktaandeel winnen met Café Pindakaas? Dus eigenlijk een heel erg straightforward brief. Haal ons product naar voren, maak het beste product van de markt. En nou, betaamt ook alweer een goede relatie met het reclamebureau die terugkwamen. Zei je, het enige wat je moet doen is de hele sterke reclamehistorie van Café te brengen. En ja, dat deden we. En nou, mooi dat het publiek vandaag ook bevestigt dat het heel mooi uitziet. En hoe is dat voor jullie bij Alfred? Ja, één groot feest. Eigenlijk waren we heel de dag gewoon een beetje zenuwachtig. Ja, zeker. En gisteren kwam de ster nog langs met zo'n mooie regisseurstoel. Nou, toen ging helemaal alles kriebelen. En ja, ik vind het fantastisch. En helemaal omdat we met elkaar erover hebben gehad. Dat is nou de beste manier om dit te vieren. Het was eigenlijk best wel heel erg gedurfd van Calvé om te zeggen, oké, we gaan het op deze manier doen en we gaan de reclamehistorie vieren. Ja, en als het publiek dan aangeeft, ja, maar dat is wat we heel graag willen zien. Nou, daar kan je alleen maar heel erg gelukkig van worden. Zeker. En we zijn heel trots. Heel. Maar volgend jaar? Ja. Volgend jaar gaan we vergaan. Volgend jaar vergaan. Maar jij stiekem, Yvette, heb jij ook een klein beetje bijgedragen aan de nummer 3, de bronzen Loekie bij KPN? Want daar kom je eigenlijk vandaan. Zeker. Hoe kijk je daar nu tegenaan, nummer 3 en 2? Ja, ik zit op mijn wolk natuurlijk. Nee, ik ben super trots. Okay. Super trots op KPN. Hartstikke leuk dat Loekie ook weer een bronzen Loekie heeft gewonnen. Heel gaaf. En hoe vind je het hier in Tuschinski bij de ster? Ik vind het een feestje. Wat mij betreft is dit een blijvende locatie voor de Loekie. Oké, die gaan we doorgeven. Dankjewel.